Na de knappe overwinning van ACV vorige week in Katwijk aan Zee tegen Quick Boys, wachtte het thuisduel tegen GVVV voor de mannen van trainer Ruud Jalving. Uiteraard in het blauw en zwart. En de gasten uit Veenendaal, net als ACV trouwens, afgelopen seizoen gepromoveerd uit de derde divisie. Goed begonnen aan dit seizoen, 14 punten uit 8 duels. ACV heeft er 3 minder. Van de laatste 5 duels won GVV alle 5. Trouwens, daar zat wel een bekerwedstrijd tussen tegen Barendrecht. Maar verder gewonnen van HFC, AFC, Katwijk en vorige week tegen Excelsior Maassluis. En ACV wil de stijgende lijn van vorige week natuurlijk doorzetten. En begint goed. Dit is een geweldige aanval en een heerlijke goal. Het is Freddy Kwispel die het doet na een geweldige tiki-taka aanval van de blauw-zwarte. Het begint allemaal bij Banani. Uiteindelijk komt de bal bij Boy Spijkerman. Die combineert met Kwispel. En de kaats van Zwickstra naar de poort van de nummer 8 van ACV is misschien wel het fraaist. En daar schiet Kwispel ook prima binnen. 1-0 na een kwartiertje spelen. En dat is dik verdiend, want ACV begint scherp aan het duel tegen GVVV. 15e minuut, doelpunt ACV. De stand 1-0. En dit is de trainer van de bezoekers, Gerry Vink. Uiteraard dik tevreden over de seizoenstart. Maar goed, het mag ook gezegd worden van ACV natuurlijk. En van een andere promovendus, dat is ADO 20. De volgende tegenstander van ACV, maar dat is pas over 2 weken. Want we gaan eerst kijken naar de Kwispel Show. Want die schiet hier zijn tweede binnen. Nummertje 5 van het seizoen voor de oudspeler van FC Emmen. Na het zwakke opbouwen aan de kant van GVVV. Opnieuw is Banani belangrijk. Wil Kwispel nog voorzetten, krijgt hij de bal wat gelukkig terug. En haalt hij uit in de korte hoek. Hoeman Jan van Willigen van GVVV is kansloos. En zo heeft ACV al een redelijk comfortabele voorsprong te pakken in de eerste helft. Tweede doelpunt van de middag. Doelpunt te maken. En is hij de grote man. Kwispel. En is Jalving tevreden. Eindelijk een keer de bezoekers. Het lijkt een goede bal. De redding is van Ramon Nijland. Maar er is al gevlacht en gefloten voor het buitenspel voor deze Byron Burgering. Voor het seizoen de topschutter in de derde divisie scoorde hij 24 keer. En dit seizoen staat de teller pas op 1. Zwickstra. Actief, zoals altijd. Met een geweldige actie. En een heerlijke voorzet. En daar is hij weer. Freddy Kwispel. Ja, het is absoluut de Kwispel Show in Assen. Nummertje 3 van de middag. En we hebben pas 38 minuten gespeeld. En wat een heerlijke diepe bal ook van de captain van ACV, Luka Priljic. Zwickstra, altijd in beweging. Altijd actief. Altijd met vertrouwen. Dit is sterk. Ja, dan houdt hij het overzicht. Er zijn spitsen die gaan voor eigen succes. Maar dat doet Zwickstra niet. En hij krijgt deze goal eigenlijk voor 99% op zijn naam. Maar ja, Kwispel geeft het laatste zetje. Hij komt op papier. Maakt een hattrick, een loopzuiver. Hij staat dus inmiddels op 6 treffers dit seizoen. Kwispel is on fire. 3-0. En dan zitten we pas halverwege de wedstrijd. Gaan we de kleedkamer opzoeken. En dan grijpt de trainer van de tegenstander in, Gerry Vink. Hij brengt bij rust meteen 3 verse krachten. Jonathan Vergara, Berrio onder andere. We zien Dylan Chiazor en Quincy Veenhoff. Dat is een goede spits. Die vorig seizoen 14 goals maakte. En nu vooral tevreden moet zijn met een bijrol. Eerste kans in de tweede helft is voor ACV. Is voor de sterk spelende Banani. Maar hij schiet net een metertje te hoog. Bijna dus de vierde. En dan eindelijk een keer GVVV. En uiteraard wordt Veenhoff gezocht. Zijn eerste poging gaat over de goal.
van Ramon Nijland. Na een vroege goal in de tweede helft kan dit duel misschien nog spannend maken. En voor ACV is het gewoon zaak om scherp te blijven. Eigenlijk op zoek te gaan naar de vierde. Maar dat is altijd lastig als je met 3-0 voor staat na 45 minuten. En GVVV komt. Dit is een aardige kopkans. Scheelt niet veel. Ook een invaller, Pim ten Haven. Veel publiek bij ACV tegen GVVV. Het publiek kan dik tevreden zijn. En dat is Jalving ook. Die besluit dan zo'n kwartier voor tijd te wisselen. En dan gaat ook hij van het veld. De man of the match, Freddy Quispel. Zijn werk gedaan. Eye over de bol. Overwinning lijkt wel binnen. GVVV. Overname ACV met Jaap van Dijken. Een van de invallers aan de kant van ACV. Dit is Zwickstra. Daar komt Niels Schreevink. Van Dijken houdt in. Boyer. Geen herkansing? Nee, de overname van GVVV. 2-2. Hier zit muziek in. En deze bal, ja, als je iets wilt, dan moet zo'n bal erin. Quincy Veenhoff. En als je ze niet maakt, dan weet je het. Dan ga je echt niet scoren. Als je zulke kans al mist. Nogmaals de bezoekers. Vergara Berrio. Mooie poging. Op de lat. Volgens mij zat Nijland daar nog net met de vingertop aan. En dan strandt de aanval. Nou goed. Verdedigend werk van Jaap van Dijken. ACV gaat winnen. Hij houdt weer de nul. De grote vraag is misschien wel, komt er nog een goal voor ACV? Een soort toegift. Het zal wel kunnen, er ligt wel ruimte voor ACV. Zeker in de omschakeling. Nu dan, Gijs Jasper. Jacht, ook zo'n inval. Dat is net te hoog. Piljic. Boyer. Goed gedaan, rustig gebleven. Goed doorgevoetbald en kijk eens wat een ruimte. Had naar rechts gekund. Het is links geworden. Voorzet. Geen goal. Grevink bereikt net geen medespeler. Er komt wel een corner. En die levert nog één prima kans op. Maar ook die bal gaat er niet in. Zo eindigt het duel tussen ACV en GVVV. Zoals de ruststand was in 3-0.